Lieve vrienden, collega's, welkom weer bij Na de Pauze, podcast. Dit keer vanuit Utrecht, vanuit jouw woning, met Stefan Blankenstein. Nou, welkom in Utrecht. Ja, dank voor je uitnodiging. Ik zag ineens een advertentie van jou voorbij komen met de gitaarles 030. Ja, dat klopt. Dat zijn mooie tijden om dat lesgeven weer eens op te pakken. Ja, precies. Wat is het ook een passie van je geweest? Nou, ik heb het heel lang best wel veel gedaan. En de laatste 20 jaar eigenlijk bijna niet meer. Omdat ik zoveel aan het optreden was, dat had gewoon prioriteit. En dat vond ik, vind ik nog steeds het leukste wat er is. Precies, ja. Want bekendste ben jij als gitarist van Guus Meeuwis. Ja. Toch? Hoe lang ben je daar bij hem betrokken? Nou, ik denk al zo'n 17 jaar. Dat is wel heel al lang. Ja, ik denk 2003, denk ik. Ja. Het klinkt al vrijwel van het begin, of is Guus echt nog... Nee, Guus is van 1995. Dus. Oh, oké. Ja, toen nog met zijn... Hoe is zijn beentje ook alweer, dacht ik? Guus Meeuwis en zo. Ja, het was Guus Meeuwis en Van Gant. Van Gant, ja, dat was het, ja. Was het, en dat was natuurlijk een soort vriendengroep. Met mensen die niet per se beroepsmuzikant waren. Nee, het was gewoon studentenclubje, toch, volgens mij? Een soort grap dat ze dat gedaan hebben. Ja. Het is natuurlijk behoorlijk... Uit de hand gelopen. Uit de hand gelopen. Ja, precies. Ja. En toen op een gegeven moment... Ja, bleek dat het toch wel voor langere termijn door kon gaan. Toen heeft hij op een gegeven moment besloten om alle muzikanten te vervangen door professionals, zeg maar. Ja. Precies, en daar was je er één van, gelukkig. En daar was ik toevallig één van, ja. Precies. Ja. Je doet hiernaast ook kindervoorstellingen, volgens mij. Want ik ben je één keer op de uitmarkt soort van in een hoekje of tegengekomen. Of dat ik op Facebook zag van, jij bent er ook. Ja. Toevallig. Doe je dat ook al een tijdje? Of is dat ook, wanneer is dat begonnen? Nou, dat is denk ik ook al wel 20 jaar. Zo lang ook al, ja? Ja. Ja. Loopt dat parallel aan elkaar? Nou, dat is een beetje toeval. Ja, misschien ook de fase waarin je in zit. Ik heb conservatorium gedaan in Utrecht. En ben ik in 1996 van afgestudeerd. En dan ben je allerlei bandjes aan het doen. Je bent aan het zoeken. En het was een beetje bij toeval dat de pianist waarmee ik vaker samen dingen deed, die kreeg zelf een kind. Oké. Okay. En die kwam toen met het idee om een kinder-cd te gaan maken. Ja. En daar zijn uiteindelijk nog velen van gevolgd. Ik ben zelfs het tel kwijt hoeveel dat er uiteindelijk geworden zijn. Oh, wat grappig, ja. Laten we bij het hele begin beginnen. Want we hebben het al over, bij de conservatorium zei je net al. Daar gaan we dan later in het verhaal naartoe. Mm-hmm. Maar waar is de passie voor muziek en voor gitaren vooral begonnen bij jou? Nou, ik als kind stond er al wel een gitaar in huis. Omdat mijn moeder en mijn vader wel eventjes soort van op akoestische gitaar wat hebben zitten spelen. Mm-hmm. En bij ons thuis was het wel echt een ding van... je kiest een sport en je kiest een instrument. Dat was een soort... Dat hoort er gewoon erbij. Ja. Mm-hmm. Dat is gewoon een opvoedingsding of zo. En dus dan deed je eerst een jaar algemene muzikale vorming... waarbij je allerlei instrumenten leert kennen. En diezelfde juf die gaf ook blokfluitles. Dus iedereen die stroomde eigenlijk dan na dat jaar door naar blokfluit. Want dat was... een soort basis om een noot te leren lezen. Ja, voor mij was het ook inderdaad, ik wilde gitaar leren, maar toen moest ik op blokfluitles beginnen. Zo was dat dan. Ja, maar ik had een oudere zus, die had dat ook al gedaan. En ik kwam als tweede en ik had zoiets ik wil wel iets doen, maar alleen als het gitaar is. Dat was voor mij gelijk al... Ja, de voorwaarden. De voorwaarden. Dus hoe oud zou ik geweest zijn? 8 of 9, denk ik. Ja, had je toen al bandjes, artiesten die jij als voorbeeld had of zo? Was het gewoon puur de gitaar die op zich interessant was? Ja, op dat moment heb je nog niet zo'n overzicht over wat het allemaal kan worden. Dus het was toen een soort automatisch dat ik dan bij een klassieke juf kwam. Dus ik begon echt met klassiek noten lezen en... dat doe je dan gewoon. Ja. En ik stond op de wachtlijst voor de muziekschool in Amersfoort. En toen ik eenmaal na een jaar of zo bij de muziekschool terecht kon... toen had ik een leraar die ook elektrisch gitaar had. En dat was voor mij toen wel heel snel iets van... dat wil ik ook. Precies, dat sloeg al aan qua interesse. Ja, absoluut. Ja. Wat was het dan dat jou daarin triggerde? Was het ook echt een gitarist die dan waar je echt van... als ik dat kan spelen, dan... Of dat nou helemaal aan het begin al was, weet ik niet. Maar ik was op die leeftijd luisterde ik naar de Stray Cats. Vond ik helemaal te gek. Oké, okay, mijn eerste single van de Stray Cats was en mijn eerste LP van de Police. Ja.
Dus ik... Dus Brian Setzer was een beetje de... Ja, daar had ik echt posters van op mijn kamer gehangen. Vandaar ja. ook die Gretsch die je al nu gebruikt, neem ik aan, of niet? Nou, hij speelt weer op een ander soort Gretsch volgens mij, hoor. Maar dat is, ja. is toevallig dat hij ook op Gretsch speelt of zo. Het grappige is dat het eigenlijk een stijltje is wat ik wel te gek vind, maar wat ik eigenlijk helemaal niet... Helemaal niet speel. Niet zelf heel erg ontwikkeld heb of zo, maar... Nee, precies. Nou, ik zag dat was op dat moment wel een ding. En dan ben je al blij dat je de akkoorden mee kan spelen van... Ja. Stray Cat Strut of zo, dat geloof ik of zo. Dat is, dus dat is wel een vrij snelle stijl, volgens mij, als je dat wilde spelen vroeger. Nou, maar dat was ook hoor. Dus ik best wel snelle rockabilly. Dus dan, om daar gelijk al in dat tempo te kunnen soleren, ja, dat duurt ook wel wat langer. Dus. Precies, ja. ja. En nou ja, daarna doorgegaan, met elektrische gitaar neem ik aan. Ja, ik denk dat ik op de lagere school nog mijn eerste elektrische gitaar gekocht heb van mijn... gespaarde zakgeld en verjaardagsgeld. En weet zo. Je nog het merk en model? Ja, een Egmond. Een Egmond. Groene, een echt, groene Egmond. Nederlands. Ik weet niet of die in beeld is. Die heb je nog zelfs. Oh nee, die hangt die hangt in mijn trapgat. Oké. Die heb je nog bewaard ja. zelfs. Ja, ja, want ik weet nog, mijn leraar, ik had een leuke leraar die heel belangrijk is geweest voor mij om ja, met name om het enthousiasme te krijgen voor het gitaarspelen. Hij nam me mee naar bandjes van andere leerlingen die in Amersfoort in de kroeg speelden en zo. Mm-hmm. En ja, ik wilde elektrisch gitaar. En hij had, het was een beetje verstrooide professor Erik Weijergang. En die had op een gegeven moment ja een adresje waar hij wel eens kwam van iemand die gitaren verbouwde of opknapte. En die... Die had dan wel iets liggen en mm-hmm. die kwam toen aan met dat ding. Dus het was een Egmond, ja, een hele oude plank. En had ik daar zelf wel een elementje op gezet en zo. Dus het was geen geweldig geluid, maar ja, dan ben je al heel blij dat je iets hebt inderdaad. Dat je mag meedoen. Ja. En toen hoorde ik later wel dat die gitaar was 200 gulden, weet ik nog. Dat die... Hij kende die bouwer, werd ook amper meer dat hij er af en toe in het winkeltje kwam. Dat hij op een gegeven moment is gebeld door die bouwer van ja, die zat in de bak. Omdat hij wat mensen had belazerd, weet ik veel wat. Okay. En ja, van jij bent mijn enige vriend. Zou jij eventueel mijn borgsom kunnen betalen? Serieus? Ja, oké. Okay. Dat maakte dat verhaal voor die gitaar ook wel weer grappig. Wel weer uniek, omdat dat toch in je collectie te hebben met die herinnering eraan dan. Ja, en in die tijd had je... Even een bandje, ja, dat zou je niet kennen. Dat was even bekend toen The President, heette dat? Nee, zeg maar niet. Een hele goede gitarist in Bas Krompenman. En die gingen toen, mochten ze voor het eerst, mochten die naar Pop-Op. Hè, dat wat natuurlijk het programma voor muziek was toen. En die wilden dan, was toch playback, dus die wilden gewoon een gek gitaar hebben in beeld. En toen hebben ze mijn gitaar geleend. En daardoor had ik het gevoel dat het ook nog een fantastisch goede gitaar was. Ja, precies. Ik alleen maar op het plaatje. Weet je. Precies, ja. Maar wel gewoon apentrots kijken naar de tv van dat is hem. Ja, natuurlijk als 10, 11-jarig of hoe oud ik was. Ja. Ja, ja, precies. Dat was leuk. Ja. Ja, nou, het is dus verder ontwikkeld, die liefde, denk ik, voor gitaar, neem ik aan. Ja, zeker, ja. Ik denk dat ik eind lagere school al... Ja, dat ik dan wel een drummer in de klas zat. Een zangeres waar je dan wat mee ging spelen. Precies, gewoon een beetje jammen. Ja. En een hockey na schooltijd. Ja, en ik had de mazzel dat mijn leraar... die gaf ook combo-lessen op die muziekschool. En nou ja, ik denk dat er wel 50 gitaristen les hadden daar. Maar ik zat eigenlijk altijd in het combo. Ja. Ja, die mazzel heb je dan, dat het je dan gegund wordt. En ja, precies. Ik denk dat het samenspelen wel heel erg belangrijk geweest is voor het... enthousiasme. Ik heb wel heel veel uren op mijn kamer hoor. Ja, dat was natuurlijk de tijd van cassettebandjes. Nou, dan nam je een drie akkoorden blues op en dan kon je eindeloos ging je daar eindeloos proberen te improviseren met je ja. pentatonische ladder. Ja, nou ja, een hele andere tijd dan nu, want nu kan je alles op YouTube vinden en ja, wat je ook maar wil spelen, het is allemaal te vinden. Ja, nou ja, je hebt dat over backing tracks. Je toetst gewoon in een C minor blues backing track. En je kan gewoon kiezen. Ja. En alles is gratis te verkrijgen, zowat. Ja. Weet je wel, aan dat soort dingen. Maar ja, ik denk ook al in die tijd dat het misschien wat makkelijker was. Omdat je had maar één cassettebandje misschien. Waardoor je ook veel beter kon focussen op één ding. Even echt goed leren. Ik bedoel dat tegenwoordig dat je zo snel afgeleid bent door andere dingen. Weet je, of reclames, of dan gaat dat weer af. En dat je dan toch... Tenminste, dat de jeugd heb ik dan over. Dat hij al iets meer afgeleid is dan dat je vroeger misschien was of zo. Ja, dat denk ik ook. Er is natuurlijk zoveel aanbod. En dat is aan de ene kant te gek. Dus mensen die daarmee om kunnen gaan... die kunnen zichzelf soms al echt heel veel leren. Wat te gek is. Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen een beetje verdrinken in de mogelijkheden of zo. In de keuze, ja. Ja. Alsof je voor bij de kruidvat staat, ik wil gewoon een shampoo hebben. En nou, je hebt weer 40 soorten. Hè? En dan ga je uiteindelijk de winkel uit van, ik weet niet wat ik moet kopen. Beetje dat gevoel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En wat was het eerste bandje waar je in begon te spelen? Was het echt dat schoolbandje? Of was dat... Nou ja, die muziekschoolcombo's, daar deden we ook dan wel uitvoeringen mee en zo. Dus dat was al wel... Het voelde wel als optreden. Dan, ik kan me nog wel herinneren hoor, want ik was heel klein van mijn leeftijd. Ze moesten spelen en dan zaten er een paar oma's en een paar ouders op stoelen. En dan deden wij Johnny Be Good. Mm-hmm. En dan stond ik helemaal klaar en ik moest gelijk dat intro dan spelen. En nou, dan gebeurde altijd wel iets, was of je snoertje was kapot of... Of dan ging je echt een solo op mijn knieën doen, weet je wel. En, ging altijd iets fout. Ja, precies. Ja. Eigenlijk was je natuurlijk mega zenuwachtig. Maar je, dat probeerde je natuurlijk te compenseren. Om een beetje stoer te doen. Hè? Ja, precies. Ja. Nou ja, als je dat nu terugkijkt met de grote gezetten waar je nu mee bezig bent. Hè, dat je dan nu met zo'n rust misschien het podium op gaat van... joh, het zit wel goed in elkaar, ik doe mijn dingetje. Hè, dat het dan dat je nu achteraf kan kijken van wat deed ik moeilijk dan in die tijd misschien. Of zie je dat niet zo? Ja, zeker, maar het is ook wel logisch, denk ik. Het wordt ook bij natuurlijk, ja. Ik ken ook genoeg volwassenen die zelfs na 20 jaar in de muziek nog steeds helemaal kapot gaan van zenuwen. Ja. Ja, ook het beroemde verhaal van Henk Westbroek natuurlijk. Dat hij dan een speciale flight case had waar je dan van tevoren even moet kosten voordat hij het podium op kan. Dus ik heb ook wel een keer meegemaakt met hem, ja. Ja, serieus, ja? Dat je dat ook backstage hebt meegemaakt? Want ik heb alleen die verhalen natuurlijk gehoord van via, want ik ben veel te jong voor om dat überhaupt hebben meegemaakt. Mm-hmm. Ook de oud-eigenaar, die hebben heel veel met het goede doel opgetrokken destijds. En ja, die hebben al die gekke verhalen van die tijd wel verteld. Dat is wel leuk. Ja, precies. Ja. En ik heb op een gegeven moment een bandje gehad, Lichte Laaien. Dat is ook alweer van 20 jaar geleden. We hebben een hitje gehad, Slapeloze Nachten. En dat werd toen zo goed ontvangen door Frits Spits en Edwin Evers, die toen bij Radio 3 zat. En toen bleek ineens Boudewijn de Groot helemaal fan te zijn van ons. Oké. Okay. Dat is ook een Haagse bandje. En toen werden we gevraagd om bij het Radio 2 Gala te spelen. We mochten met het Metropoolorkest spelen. En dat was eigenlijk een ode aan Boudewijn de Groot. En ja, eigenlijk kwam iedereen, er kwamen alle zangers alleen en die deden allemaal dan één liedje van Boudewijn de Groot. En wij mochten als enige naast het liedje van Boudewijn de Groot ook ons eigen nummer spelen. Wat natuurlijk een ongelooflijke grote eer was. En te gek dat je met een Metropoolorkest kon spelen toen. Ja. Ja, hoe heb je dat ervaren? Want nu zie je vaker dat het Metropoolorkest combinaties aangaat met artiesten en zo. Ja, nou, super gaaf natuurlijk. Ja. Ja. Maar over, ik denk, hoe kom ik nou op dit verhaal? Ja, nee, nu weet ik het weer. Want het werd wel rechtstreeks uitgezonden en Henk Westbroek moest ook een liedje doen. Mm-hmm. Ja. Die stond inderdaad van tevoren nog even in de gordijnen te kotsen. En, en uiteindelijk was hij de enige die halverwege het liedje even zei, stop even opnieuw. Ja, yes, kon het, kon het toch? Doe hem nog een keer, ja. Ja, want live is natuurlijk, dat kan helemaal niet. Maar ik kan het zelf niet helemaal voorstellen of zo. Dat je zo, of dat ik deze podcast inga, dat ik nog eventjes mijn eigen flightcase vol zit kotsen omdat ik te zenuwachtig ben of zo. Dat kan ik mezelf niet zo heel erg goed voorstellen of zo. Maar misschien is het ook wel anders hoor. Dat is natuurlijk heel erg per persoon hoe je ermee omgaat met druk. Maar ja, ik maak het de laatste jaren niet meer mee dat iemand echt zo zenuwachtig is of zo voor een optreden. Jij wel? Ja. Of in een bandsituatie meegemaakt dat iemand toch wel gewoon moet opladen of dat hij op moet? Nou, je ziet wel eens mensen wat spanning hebben. Dat zie je natuurlijk wel. Ja. Ja. Maar er zijn mensen die komen er nooit overheen. En andere mensen die beginnen er ooit aan en ja, die vinden het fantastisch. Is gelijk relaxed en die genieten ervan en weet ik veel wat, ja. Ja, precies. Ja. Hoe ben je... Je bent uiteindelijk bij het conservatorium terechtgekomen, zei je. Ja. Het talent was er wel dan, neem ik aan. Dat je dat wel aanvoelde en dat het goed ging. Nou, ik moet zeggen, het was wel spannend. Ik wilde het heel graag. En mijn eigen leraar, die raadde het me af om te doen. Mm-hmm. Omdat hij, zelf gefrustreerd was. Okay. En ook om zich heen zag van hoe moeilijk het is om in die wereld natuurlijk iets te bereiken
van ja, misschien moet je het niet doen of zo, maar okay. Heel blij dat ik het wel gedaan heb. Ja. Nou, ik heb zelf ook heel vaak meegemaakt dat leraren me dingen afraden of zo. Van nou, dat ga je niet redden, nee en zo. Nou ja, uiteindelijk komt het altijd weer goed of zo. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat jij dat ook ineens zegt. En dat dan leraren toch ook, ja, of vanuit jaloezie in dit geval dan, maar dat ze toch dingen gaan afraden of zo. Terwijl je hebt vaak het beste met je leerling voor, neem ik aan. Maar... Ja, nou, nadat ik de keuze had gemaakt, stond hij er ook wel achter horen. Hij heeft me volledig gesteund en ging hij zelfs mee tot in de gang op het moment dat ik het examen moest doen en zo. Dus, ja, precies. Ja. En toen daarin gerold, want ben je ook wel van de bladmuziek en zo, want zo ben je dus ook opgegroeid volgens mij, hè, met klassiek voor je neus meespelen. Ja, mijn klassieke basis was wel heel smal, maar daardoor was het niet helemaal onbekend. Maar ik moet zeggen, gek genoeg, wordt op het conservatorium eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. Dus in die tijd was het eigenlijk toch vooral een jazzopleiding. Mm-hmm. En nou ja, het gaat gewoon vooral heel erg over improviseren, over jazzakkoorden. Ja, precies. En ook een beetje aanvoelen welke kant het op gaat met andere muzikanten, waarschijnlijk in een jazz-trio. Of... Ja, precies. Dat je samenspeelt en... En dus ja, je moet wel noten lezen, maar om nou te zeggen dat je hebt een soort notenlees-examen. Nee, dat niet. Nee, maar ik bedoel, ik ben een gitarist die dan, ik weet wel wat een D-akkoord is, maar ja, een D minor 7, ja, ik weet mijn god niet hoe je dat moet spelen, weet je wel. Ik weet gewoon vanaf nature, als ik iets hoor van, oh, dat gaat die kant op. En dus ik weet hem heel erg zonder, als ik het echt niet weet, dan zoek ik een gitaartap op of zo, maar vaak doe ik het wel op gevoel. En je hebt al twee stromingen daarin, denk ik, qua type muzikant of zo. Dat je dan de ene moet echt van bladmuziek leren en ook dat voor zich hebben. En anders kunnen ze het niet spelen. Ja. En de ander, denk dan, zoals ik kan zijn, dat het veel meer op gevoel gaat of zo. Ja, nee, dat is grappig. Het zijn echt twee verschillende disciplines. We hebben vaak ook allerlei strijkers te gast gehad. En ja, die vinden het dan bijzonder dat ik elke keer net iets andere solo speel. Ja. Terwijl voor mij is het weer bijzonder dat zij een partij voor hun neus krijgen. Helemaal zwart van de noot. En perfect in één met keer. Met z'n 20 allemaal gelijk synchroon in één keer goed spelen. Ja, precies. Ik zou dat echt even moeten voorbereiden. Even lang. Ja. En dan, ja, ik vraag me wel af of dan ook zo'n muzikant, of dat zo'n metropoolorkest van, nou, dat je een stuk hebt waar ze al 200 keer bespeeld hebben. Mm-hmm. Nou, bladmuziek weg. Kan je het nu nog? Daar ben ik benieuwd naar of ze dat kunnen. Nou, sommigen wel en sommigen niet. Ja. Ja, misschien wel in de klassieke wereld misschien wel meer niet. Nou, maar die paar die wel kunnen improviseren, die, die steken er ook gelijk wel bovenuit, denk ik. Ja, je gaat er ook een hele andere inslag in natuurlijk. Hè? Want je bent al lang gewend om op die manier op te treden, neem ik aan. En ik merk toch dat heel veel in de bandjes, circuit, dat het, ja, je hebt helemaal geen bladmuziek. Je hebt gewoon je setlist voor je. En zo gaat het, dat nummer moet je gewoon weten. Punt. Ja, precies. Weet je wel? Ja. Maar, het is wel echt een ander... vak kan dat zijn. Ik weet dat ik op mijn conservatoriumtijd, er was geen klassieke gitaarafdeling, dat ik op een gegeven moment een keer werd gevraagd voor een compositie-examen, dat ik dan een klassieke partij moest spelen. Maar dan, ik was de enige van het hele orkest die achtste moest spelen, maar ik moest inzetten op de dirigent. Oké, ja. Nou, ik weet niet of je... je bent zelf gewend. Je kan beter op een metronoom spelen. Hè? Dan is het gewoon duidelijk wat een 1 is. En is het dan 1, 2, 3, 4. Maar bij een dirigent die doet... En dan komt de 1, die komt een stukje later. Maar ergens. Dat is niet een soort absoluut moment of zo. En als je op iemand kan spelen, als je op een drummer kan spelen, dan is dat... Ja, die 4 tikken van tevoren geeft inderdaad. Ja. En dan ga je... Nou, dat is echt heel erg lastig, hoor. Ja, ja, kan me voorstellen, ja. Ja. Uiteindelijk, geslaagd met het conservatorium, of neem ik aan, toch? Ja. En hoe is dan het traject gegaan van, diploma hebben en dan richting, toch professioneel muzikant worden? Is het dan dat je in een bepaald circuit terechtkomt, of dat je dan gevraagd wordt vanuit de opleiding, of hoe is dat gegaan? Nou, ik denk dat juist bij een conservatorium is het... Zodat je juist, doordat je ook met allemaal gelijkgestemden op zo'n school zit, dat je juist tijdens die school al met je netwerkjes krijgt en bandjes vormt en zo. Dus het is niet zo, ik doe een opleiding en dan val ik in een gat. Nee, je bent eigenlijk gewoon al bezig met wat je aan het doen was. En ontstonden daar dus ook al dingen in? Uit te breiden. Ja, ja. Want dat soort verhalen heb ik ook gehoord bij de Herman Brood Academie, dat een Mr. Mississippi dan tezamenkomt en dat wordt dan een bandje of bijvoorbeeld een rondé of zo. Waren er toen ook al, zoals je zegt,
Ontstonden er toen ook al dingetjes? Dat je dan samen ging spelen en toch een bandje ging stichten? Nou, ik denk wel dat ik met een aantal jongens van het conservatorium die tijd al in eerste instantie gewoon een soort snabbelbeentje had. En dat is uiteindelijk later uitgegroeid tot dan die band Lichterlaaien, waar ik het net over had. Oké. Dus dat is wel echt een basis geweest. Thijs Borsten is de pianist. Die zat niet bij mij op school, maar die ken ik uit Amersfoort. We hebben ons samen een beetje voorbereid op het conservatorium, omdat we allebei ineens al die theorieën moesten leren. Dus iemand heeft ons bij elkaar gebracht. Vandaag heel lekker waar samen elkaar overhoren met solfège en zo. Dus met hem ben ik ook gaan samenspelen in die tijd. Hè? Want ja, je gaat langzamerhand wat projectjes met elkaar doen. Ik had toen ook een zigeunerbandje met hem. Met zigeunermuziek. Oké, bijzonder. Ja. Ook met de type gitaren van die zigeuners dan ook gebruiken? Ja, nou, ik moet zeggen, met hem deden we eigenlijk wel meer de oorspronkelijke Roemeense, Hongaarse zigeunermuziek. En ik had via mijn leraar speelde ik ook wel een beetje die Django-muziek. Dus, was een Rosenberg-trio of zo? Ja, dat soort die stijl, ja. Ja. Maar ook een heftig stijltje, hoor. Super snel natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want als ik die bakbeesten wel eens zie waar ze over spelen, nou, ik ben benieuwd of ik erop iets een toonke uit kan krijgen, om het zo maar te zeggen. Nou, precies. En zeker als je dan veel elektrisch gitaar speelt en dan moet je op zo'n gitaar, nou, dan is het ineens een hele andere wereld. En dan moet je ook nog virtueel spelen. Het speelt gewoon 100 keer zo zwaar. Ja, moet je nagaan. Ja. En hoe is dan de stap bij Guus Meeuwis gekomen? Hoe is dat gegaan? Nou, toevallig eigenlijk via die zigeunermuziek. Ja? Ja. Dat zat mijlen verder vandaan, neem ik aan. Die genres. Ja, nee, het grappige is, ik had dus al zo'n soort zigeunerbandje. En dat heb ik op een gegeven moment. Ik heb de eerste 2 jaar dat ik in Utrecht studeerde in een staakerven gewoond aan de Maasveense Plas. En daar wilde ik op een gegeven moment vanaf. En die heb ik toen verkocht aan een iemand die studeerde, Bouke Verlees, die studeerde klassiek piano en compositie. Maar dat was een soort alleskunner, die gast. Die leek wel van zo'n reclame, weet je wel. Ik weet even niet welke reclame dat was, maar op een gegeven moment dacht hij, oh, ik vind het eigenlijk ook leuk om een beetje gitaar te spelen als de Gypsy Kings. En dan ging hij op zitten en dan kon hij, na een half jaar, kon hij gewoon helemaal te gek die slag. Ja, serieus, waarbij hij in die slag ook nog een percussiepatroon speelde op alle hoeken van zijn gitaar, weet je wel. Zo de figuur. Ja. Toen heb ik aan hem die caravan verkocht. En toevallig toen ik had op een gegeven moment een violist nodig voor dat zigeunerclubje. En hij was toevallig weer de eerste die reageerde, net als bij die caravan. En toen heeft hij met ons een tijdje meegespeeld. Maar hij had zelf ook inmiddels een paar cd's gemaakt in dat genre. En in dat bandje zat Jan-Willem Rozenboom. Die speelde daar accordeon in, dus de pianist van Guus. Ja, precies. En dan is daar op een gegeven moment de vraag gekomen van, hey, kan je een keertje meedoen? Of, ja, precies. Dus ik viel wel eens bij hem in. En toen was het op een gegeven moment, we zoeken eigenlijk een gitarist en... Maar ja, Jan-Willem kwam echt uit de klassieke wereld. Dus die kende eigenlijk helemaal niet zoveel popmuzikanten. En ik was er wel eens tegengekomen met Lichterlaaien. Dat we ergens speelden en dat Guus ook speelde. Dus hij heeft mij gewoon gevraagd. Eigenlijk, dus ik heb niet eens auditie hoeven. Nee, dat liep gewoon automatisch een klein beetje zo. Ja, Guus ging toen voor het eerst de theaters in. Die had voor me net een nieuwe platenmaatschappij en een nieuwe management. Toen kwam hij bij de Entertainment Group, denk ik. Dus die was ook een soort nieuwe fase in gekomen. En, ja, want dat, dat lijkt me dan ook weer een hele andere stijl om daar in te stappen, weet je wel, bij Guus. Mm-hmm. Of niet? Of was dat niet zo heel erg moeilijk om daar aan te wennen of op niet die kant op te gaan? Nou, ik dacht in eerste instantie had ik toen nog niet het idee van, oh, dit gaat een band worden waar ik tientallen jaren in ga spelen. Het was toen, ze hadden zo'n klein theatertoertje van, misschien 16 of 18 dingen. Dus ik ging er een beetje vanuit van dat is het gewoon. En precies. Als een soort klus of zo. En dat ik dan zou blijven hangen. Dat had ik toen ook nog niet kunnen bedenken. Nee. Hey, ik was toen ook nog niet zo lang van het conservatorium af. En Guus had ook wel een beetje een imago onder muzikanten. Van, altijd grapjes over kedegedeng, weet je wel. Ja, kedegedeng zou zijn. Dus. Ook van een reclame trouwens. Ja, maar die kwam pas veel later. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik jarenlang... Als ik Sinterklaas vierde met vrienden, dat bleek toch een hoop rijmwoorden op kedegedeng. Dan is de bestaan. Oh ja. Tot op dag van vandaag nog last van hebben wij ze van. Ja. Ja. Nou, maar dat merk ik dan ook wel. Want wat ik dan
uit mijn ervaring weet, is dat de club die om Guus of om Guus heen hangt, dus over de muzikanten, maar ook het personeel en zo, daar hangt altijd wel een hele goede, relaxe sfeer omheen of zo. En dan lijkt mij als professioneel muzikant ook wel heel fijn om een club te hebben waar je gewoon, ja, je weet gewoon wie is, wat je doet, en dat het altijd nog een beetje goed voelt of zo. Ja. Want dat, ik denk dat het ook niet lang in elk gezelschap is. Nee, absoluut. Ja, nee, want ik kwam daarbij en ten eerste merkte ik al snel dat in de muziek echt een enorme stijgende lijn zat. En het is ook heel leuk dat ik daar ook mijn bijdrage aan heb kunnen leveren. Een soort groei in sound en zo. Ja. En maar dat alles een keer gewoon goed geregeld is, ja, dat is ook wel heel fijn. Want je hebt zoveel bandjes, ja. Er is nooit geld om een tourmanager mee te nemen of iemand die je gitaar stemt of onderhoudt. Het gaat helemaal niet om dat ik het niet zelf kan, maar het is wel heel fijn dat je gewoon echt helemaal op je show kan focussen. Precies, ja. Dat je gewoon gitaren daar staan en van hallo, en dan op een gegeven moment wordt gewoon aangegeven en het is gewoon naadje goed. Ja, nee, absoluut. Ja, ja. Ja, ik moet meteen denken aan de Abbey Road opnames. Volgens mij was het zo dat, want ik kan me nog iets van herinneren dat komt door jou, dat nummer, dat het dan in één take ook erop stond. Klopt dat? Of is dat een mythe die ik van ergens heb opgepakt? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja, nou, het is in elk geval niet in geëdit, zou ik maar zeggen. Of, nou ja, geëdit wel, gemixt, maar niet. We hebben dat gewoon in één keer ingespeeld. Niet, precies. Ja, maar dat vind ik ook vrij bijzonder, hoor. Dat je dan als band gewoon die vier tikken in geeft. Hè, en dan hop, het begint gewoon. En dat je dan al die muzikanten met elkaar gewoon geen fout maakt. En dat het gewoon soepel loopt of zo. En zeker bij een Abbey Road waar je dan misschien ook wel misschien iets extra gespannen voor kan zijn. Want ja, dat is de studio misschien wel. Ja, dat kan ik wel herinneren. Daar zat wel wat spanning op. Ja, ja. Ja, want het werd ook nog allemaal met camera's gefilmd. Daar zag ik het dus van, weet je. En het moest in een paar dagen tijd. Want we hadden, ik denk dat we 3 dagen hadden daar. En je had natuurlijk 2 teams. De een die wilde gewoon een goede plaat maken. En de ander die wilde een mooie documentaire maken. Dus ja, ik kan me ook wel herinneren dat ik in een take was dat er een cameraman ergens op ging staan wat dan kraakte. Ja, dat was dan wel even, gaf wel wat wrijving natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Want dat maak ik ook altijd met tv mee, dat dan als je dat er 2 totaal verschillende werelden zijn. En dat ze uiteindelijk voor ieder zijn eigen ding bezig is of zo. Dus, ja, natuurlijk iedereen heeft zijn eigen belang. Ja, precies. Ja. Want ook, ik ga helemaal geen namen of partijen noemen of zo. Maar het is heel vaak zo dat als je bent opgesteld en dan komt de filmcrew binnen, hè, of de cameracrew. En die krijgen altijd voorrang. Of die denken dat ze voorrang hebben. Dus dan op een gegeven moment dan met de camera hoppakee tussendoor. En als ze iets omstoten van qua backline. Ja, dat film is belangrijk, hè. Weet je wel? Ja, precies. Omdat de regiewagen dan gewoon zwaar in de weg staat. En van, hier staan we gewoon. Hier moeten we filmen. En, maar goed, dat is een totaal terzijde. Maar nee, maar dat heb je natuurlijk wel. In theaters merk ik het altijd heel erg. Hè? Je hebt altijd een eigen crew. Een vaste crew van een theater. Daar voel je altijd een soort ding. En dan hoor je wel eens. Ik ben er dan meestal zelf natuurlijk helemaal nog niet bij. Maar dan hoor je altijd van, in plaats van om 10 uur kwamen we om 11 uur aan, maar ja, dat is het vaste tijdstip dat ze bij het theater koffie drinken. Dus verhalen, weet je wel. Ja, dat klopt. Nou, ik om even een context te geven. Ik heb zelf mijn allereerste stage was in een theater. Oké. Okay. Dus ik ben daar soort van is daar het vak geleerd. En inderdaad, wat je dan zegt, kijk, uiteindelijk, ik heb zoveel in de rock'n'roll gedaan, hè, qua festivals, weet je wel, gewoon echt die modder in de klei staan. En dat is een totaal andere mentaliteit. En ik merkte toen al, inderdaad, om 10 uur dan kom je binnen, een bak koffie. En vaak een kwartier, half uur voordat het gezelschap binnenkomt, weet je wel. En dan doe je al een bak koffie. En dan komt de trailer binnen. Oh ja, trailer naar binnen. Nou, koffie heren, dan ga je weer in de koffie, weet je wel. En dan is de eerste man, de oudste man in het theater is dan als eerste met de merchandise kist weg. En die is dan 2 uur niet meer te vinden op het podium. Want er wordt al het zware werk al gedaan door de rest van de crew. Ja, dat soort dingetjes, weet je wel. Ja. En dat inderdaad ook. Op een gegeven moment ben ik ook weggestuurd bij het. Niet weggestuurd, maar dat was een oneenigheid. Omdat ik werd freelancer. En toen ging ik ook in het theater aan het werk. En op een gegeven moment begon ik gewoon over andere klussen te praten op de werkvloer. Dus gewoon met het gezelschap zelf. Hè, wat ik allemaal aan bezig ben en zo. Gewoon zoals ik nu ook een gesprek heb. En achteraf kijk ze te horen van dat doen we hier niet. Nee, het gezelschap is gewoon daar. En je gaat niet over jezelf hebben. Want je bent er niet voor jezelf. Je bent er om het gezelschap. En, ja, precies. Ja, ja, ja. Weet je wel? Terwijl je hebt gewoon een gesprek met 2 personen.
Maar er werd toen al, nou ja, weet je al, op die podcast, ik lul maar raak natuurlijk. Dus dat was toen ook al zo. Maar dat werd niet gewaardeerd. Ik vond het een beetje raar. Toen dacht ik van, nou, mijn periode is wel geweest hier. En daar kom ik veel meer op de grotere festivals terecht en zo. En het is heel normaal om gewoon een praatje met elkaar te doen en elkaar te helpen. En of je nou van partij A, B of C bent, het maakt geen reet uit. We doen het met z'n allen. Ja, nee, precies. Zo zou het moeten zijn, toch? Ja. Precies. Maar dan kan ik me echt wel zoiets voorstellen met zo'n theatertour. Dat je dan inderdaad, dat het werktempo net even wat anders is. Ja, en dan met die tijd ook wel wat anders. Ja, precies. En dat je dan ook dat dingen zoals dat dan om tussen 5 en 7 mag er dan niks gebeuren. Want dan is het brandalarm staat erop. Dus dan mag de hazer niet aan. Dus hij mag niet soundchecken. En is er ook geen man van het theater bij om dat in de gaten te houden. Die moet ook gaan eten thuis, weet je wel. Ja. Weet je, dat soort dingen maak je dan mee. Terwijl op een, ja, op een normaal poppodium, ja, zet die hazer aan, doe je ding, weet je wel. We eten wel gewoon waar we zijn of we eten wel een uurtje later of zo. Ja, precies. Dat is gewoon de show het belangrijkste en die... Ja, precies. Hoe, maar dat zie je dan daarna wel weer. Ja, precies, ja. Want vanaf welk album ben jij mee gaan werken met Guus Meeuwis? Ik denk vanaf Abbey Road. Dat was ook echt de eerste meteen. Ja. Dat is een mooi binnenkomen dan, of niet? Ja, dat is natuurlijk perfecte studio om eens wat te proberen. Ja, ja. Ja, maar heb je daar zelf geen sentimenteel gevoel bij gehad? Dat je nou, toevallig, Abbey Road is toevallig wel mijn favoriete album. Inmiddels van de Beatles zeker ook. Ja, dat is natuurlijk wel gaaf. Het moet dus ook echt nog oude zooi, om even zo te zeggen. Ja, is dat dan mythisch of is het gewoon oude zooi? hoe zie hij het dan zijn? Nou, het is vooral... Nee, maar het is juist leuk als je op het toilet komt en je ziet echt van die hele oude pisbakken hangen. Ja, dan denk je toch van, oh ja, hier stond John Lennon destijds ook. Ooit, ja, precies. Ja, ik weet het, dat gaat dan toch wel even door je hoofd. Ja. Ja, zit ook een groot verschil tussen, nou ja, bijvoorbeeld het befaamde Abbey Road en Nederlandse goede studio's? Of is dat allemaal wel ver te vergelijken met elkaar? Nou, het is een hele grote, hoge ruimte. Die natuurlijk ook een bepaalde akoestiek heeft. Dus dat maakt hem sowieso wel uniek. En het is niet zo dat er heel veel moderne apparatuur stond. En, maar ja, het was ook niet de bedoeling dat het dan precies hetzelfde zou klinken als in Nederland. Nee, precies. Dus het mocht ook een beetje wat meer een live geluid hebben. Ja, meer ambient, om het zo maar, zo maar te zeggen. Ja. Ja, en daarom dus... Als je goed luistert, dan zou je ook bij dingen echt wel anders misschien willen. Hè? Als je gaat mieren neuken op je eigen geluid. Ik weet, met die akoestische gitaar, ja, die hadden zoveel overspraak. Dus dat moest eigenlijk ook op kabel. En er stond wel een microfoon. Maar ja, als gitarist wil je eigenlijk het liefst alleen maar microfoongeluid hebben. Maar precies, ja. Ja, want dat klinkt gewoon echt anders. 100%. Ja, als je het piezo-element gewoon solo hebt, dus vaak meer gerasp dan vol geluid. Daarom. Dus dat is, als je puur hebt over dat komt door jou, ja, uiteindelijk is het gewoon wat het is. Maar zeker op het moment dat je het daarnet hebt gedaan, denk je, goh, eigenlijk had ik die gitaar anders willen hebben. Had anders, ja, precies. Ja. Is het dan ook al dat je het kan accepteren en denkt van, nou ja, het is ook al eigenlijk mooi zoals het is? Of had het nog wel het gevoel als je terugluistert dat het nog een beetje gaat wringen? Nou, nee, eigenlijk nu niet meer. Maar dat is vaak als iets net af is, dan hoor je alles. En dat heeft vaak een paar jaar nodig om... Je kan ook vaak helemaal niet goed dan zeggen, is het nou goed? Of je hebt wel bepaalde tracks waar je beter gevoel bij hebt dan anderen of zo. Dat voel je natuurlijk wel tijdens het spelen. Precies, ja. Was je dan blij dat je dan op het podium stond en dan wel het goede geluid had? Nou, dan speel je ook weer met Piezo. Dus dat is toch steeds hetzelfde. Ja, precies. Ja. Maar en dan in kleinere settings? Want ik neem aan dat dat nummer misschien ook wel gewoon wat semi-akoestischer wordt gespeeld. Is het dan ook... Voelt het dan ook beter of zo? Of, toevallig is dat wel een nummer wat ik nog steeds graag speel. En wat eigenlijk nog steeds standaard bijna altijd wel op de setlist staat. Ja, want ik vind altijd zo'n mooie opbouw in zitten in dat nummer. Weet je wel, gewoon echt rustig aan beginnen. Ik heb vaak met... Weet je wel, ik vind het heel mooi als nummers echt een mooie opbouw hebben. Tot een climax komen, om het zo maar te zeggen. Ja, het is natuurlijk ook een Italiaanse cover. Hè? Dat hoort ook wel een beetje bij het Italiaanse temperament, ja. Ja. Ik geloof dat Guus het nummer op zijn vakantie in Italië gehoord heeft. En dat hij toen dacht, goh, dat is wel leuk. En toen heeft hij dat laten vertalen. Ja, ja. Nou, het klonk wel alsof het uit zijn eigen doos zou komen, om het zo maar te zeggen. Maar het is echt wel... Want hij heeft best wel wat dingen dan gecoverd, als ik het zo... Want ook een Hazes nummer... Wat ook al een hit is geworden. Ik ben even de naam kwijt. Geef me je angst. Ja, geef me angst, ja. Ja, dat klopt. Ja, dat grappige is dat...
sommige mensen die blijven het altijd de cover van Hazes noemen. Maar ik geloof, Hazes had het ook al gecoverd, geloof ik. Hè? Want ik geloof, ja, maar die coverde alles volgens mij. Maar goed, maar dat maakt niet uit. Maar dat ik inmiddels natuurlijk zo vaak die versie van Guus heb gehoord. Ja. Dat als ik die van Hazes een keer hoor, dan voelt dat voor mij als een cover van Guus. Ja. Heb jij ook een nummer waar jij heel veel invloed over hebt gehad? Dat echt jouw signatuur erop op staat? Ja, god, bij elk album heb je wel een paar nummers waarvan je denkt, nou ja, hier heb ik duidelijk wat meer mijn stempel op kunnen drukken. En andere liedjes die... Ja. Daar is de piano wat belangrijker en heb je gewoon wat meer een dienende... Nee, maar heb jij een nummer wat echt wel... waar jij misschien het meest trots op bent of zo? Dat je denkt, nou, dat... Of is het allemaal fantastisch? Nou, bijvoorbeeld een nummer... Nou ja, nee, wacht. Dat kan ook, hè? Nee, je weet van jezelf ook wel natuurlijk. Dat verschilt, weet je. We hebben ook nog vaak met twee gitaristen gewerkt. En dat heb je ook zo. Dat het ene nummer heb jij wat meer een aandeel. Een andere nummer, de ander. Hè? Dus natuurlijk is het leuk als je af en toe een solootje hebt of zo. Hè? Ik denk het nummer Groot Zijn, wat hij altijd speelt in het stadion. Ja, daar heb ik een beetje een Queen-achtige solo. Dat vind ik dan heel, vond ik heel leuk om te doen. Ja. Ik heb toen in België opgenomen. En toen bleek er ook nog toevallig zo'n... een Queen-gitaar te staan in ICP, weet je wel. Daar heb je echt een soort magazijn met een soort snoepwinkel. Ja, en ook daarop ingespeeld? Of, en daarop ingespeeld. Oké. Okay. Maar ik moet zeggen, dat is aan de ene kant is het fantastisch zo'n snoepwinkel... maar de praktijk is dat je nooit de tijd hebt om echt ook alles uit te proberen. Want als je natuurlijk voor elk partijtje wat je speelt... 10 versterkers en 20 gitaren gaat uitproberen, ja dan... Ja, en live is ook bijna onmogelijk om dat er weer na te bootsen, neem ik aan. Ja, nee, maar dat is natuurlijk niet zo erg. Het gaat dan in eerste instantie om ja, precies. Op plaat komt. Ja, ja precies, ja. Hoe was het voor jou, en dat is dan weer een hele andere vraag, maar hoe was het voor jou de eerste keer Vrienden van Amstel? Want ik kan me zo voorstellen, ik heb daar zelf nooit gewerkt, maar wel dingen vaak van meegekregen. Mm-hmm. Dus ik kom dan wel eens langs om te kijken hoe het eruit ziet, hè, qua techniek en zo. En ja, je hebt er heel vaak gespeeld, neem ik aan. Ja. Is dan ook vaak de fout gemaakt dat je dan de eerste 3 avonden gewoon flink aan de zuip gaat en dan na dag 4 niks meer waard bent? Of is dat nou, je daar zit wel een zeker risico in. Hè? Want soms ligt het een beetje aan hoe je in de show zit. Hè? Ook welke volgorde je hebt, denk ik, in de show, neem ik aan. Ja. Kijk, je hebt ook bandjes die spelen gewoon 2 liedjes helemaal in het begin van de avond. En die kunnen daarna helemaal los. En je hebt ook wel eens dat je... doen meestal een paar blokjes in het begin, in het midden en het eind nog een keer. Ja. Het is wel eens voorgekomen dat... bij het laatste nummer afgetikt moest worden... dat er wel sprake was van... nou, misschien... of toen morgen toch even een beetje rekening daarmee houden. Ja, precies. En lijkt me voor een gitarist wel iets makkelijker dan voor iemand die de zang doet in het bandje. Want ja, als je dan je stem kwijt bent, ja, dan dat is je instrument in feite. Ja. Weet je wel? En wat voor een hangover je ook hebt. Ja, natuurlijk zal je wel iets merken aan het gitaarspel. Maar die komt eerder mee weg, denk ik, als leadzanger van een bandje. Ja, het verschilt ook een beetje per nummer. Weet je, als stel dat wij... in het begin een blokje hebben en helemaal aan het eind van de avond... alleen nog gedonderd en bliksemd moeten spelen. En dan heb ik niet het gevoel dat ik er 1 biertje minder om hoef te drinken. Nee, precies. En het publiek is ook al natuurlijk behoorlijk ingedronken. Ja, dus dat dan, als je een tokkenpartijtje hebt, akoestisch... wat verder heel klein is of zo... ja, dan hoor je alle fijne motoriek veel beter. Hè? Dus dan, precies. Dan is het wat kwetsbaarder. En dan zou ik er wel meer rekening mee houden. Staan het ook achter 2 grote hoogtepunten shows voor jou ook persoonlijk? Dat je dan bijvoorbeeld een Vrienden van Amstel en een Groots hebt? Of is dat totaal niet zo? Nou, ik heb met Guus natuurlijk een aantal buitenlanddingen gedaan. En dan denk ik vooral aan de Royal Albert Hall. Want dat was toen voor ons ook nieuw dat we dat in het buitenland zouden deden. En dat die bak gewoon gelijk vol zat. En nou ja, dat zal ik gewoon nooit vergeten. Dat je... Daar gaat ook een verhaal over. En dan moet je ook weer zeggen of het waar is, ja of nee. dat op een gegeven moment... sla maar bier in, was het richting de zaal. Zo van, we hebben genoeg bier hoor. Dat gaat wel lukken. Nee, sla er maar extra in. Want het is wel Guus Meeuwis publiek wat erop afkomt. Ja. En dat komt wel goed. En ja, na 20 minuten was het bier al op.
Ja, de exacte aantal minuten weet ik niet. Maar het was, dat geloof ik, halverwege was alles op. En ja. Het biertje wat wij na afloop moesten drinken, dat hebben ze bij de Chinezen om de hoek moeten halen. Ja, dat is ook weer een bijzonder verhaal dan. Dat dan de venue dan niet gelooft dat er zoveel gezopen wordt door het publiek of zo. Maar dat, want zo vaak komt het dan niet voor dat daar bands zoals Guus Meeuwis dan staan, neem ik aan. Toch? Het was al vrij bijzonder. Dat was voor hun ook een nieuwe ervaring. Ik heb wel gehoord over mensen die dan in die zaal stonden dat die echt naar achter gelopen zijn van naar hun collega's van sorry, je moet even hierbij zijn, want dit heb je nog nooit meegemaakt. Ja. Een totaal ander soort feestje dan precies. Je natuurlijk allemaal alleen maar wereldsterren daar ongeveer gestaan, maar ja, de Adele. Dat is blijkbaar toch weer iets anders of zo. Ja, want wat voor publiek kwam erop af? Was echt gewoon uit Nederland dat overvloog of reed richting Londen, of was het ook wel lokaal en die dachten van nou ja, lijkt me wel leuk om dat een keer mee te maken. Nou, volgens mij is het een beetje een mengeling. Voor het grootste gedeelte zullen er alleen maar Nederlanders gezeten hebben. Maar in zo'n stad wonen en werken natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Dat is ook waar, ja. Dus dat is een deel. Ik denk dat er ook wel bijvoorbeeld stelletjes waren. Ik kan me voorstellen dat je daar werkt en een Engelse partner hebt. Je denkt, nou, ik ga jou eens meenemen naar een Hollands feestje. Die verhaal heb ik ook wel gehoord. Ja. Dat. Ze verstaan er geen kloten van, maar het is wel super gezellig. Om mee te maken wat dat dan is of zo. En daarnaast heb ik ook gehoord van KLM-vluchten, waar gewoon Guus Meeuwis op de speakers stond. Oh ja? Heel veel vliegtuigen aan het zingen waren. Ja. Grappig. Want er zijn dus op 3 locaties geweest, of niet? In Sydney, zei je al? Dat het, Ja, Sydney was vorig jaar en dit was natuurlijk Londen. New York zat eraan te komen. Parijs. Ja, New York, dat had in de herfstvakantie zullen zijn, maar dat wordt volgend jaar. Ja, want die zag ik ook voorbij komen een paar weken geleden. Van nou, we zouden nou eigenlijk in New York staan met de hele kliek. Ja, dan kom je ook achter hoeveel Nederlanders dan inderdaad in het buitenland wonen. Want dat beseffen we soms niet heel vaak. Want ja, ik ben zelf al een reiziger, dus dan kom je heel vaak reisgenoten tegen die Nederlands zijn. Mm-hmm. Maar blijkbaar, als je naar Sydney gaat of zo, dat er toch vrij veel toch wel Nederlanders zijn die denken van oh, leuk om Guus Meeuwis te zien of zo. Ja, ik denk Sydney is wel weer zo ver weg dat er zijn misschien wel een aantal Nederlanders speciaal voor gekomen, maar het grootste gedeelte is dan toch mensen wel uit de regio. Ja, maar regio is voor hun dan ook Nieuw-Zeeland en Melbourne, terwijl dat afstanden zijn die. Ja, dat moet je echt vliegen. Waarschijnlijk is dat nog steeds 1000 tot 2000 kilometer, ik weet niet. Maar voor hun is dat dan dichtbij. Hè? Ja, moet je nagaan dat wij lopen te zeuren. Nee, dat is een uurtje rijden. Dat is al ver weg rijden. Maar voor hun is dat dan naar de supermarkt gaan. Nee, dat zie je vaak. We hebben ook wel eens in Dubai gespeeld. Nou, dan komen ook ineens allemaal mensen van alle olielanden eromheen. Ja. Voor een Hollands feestje. Het lijkt me helemaal Dubai apart om in zo'n omgeving daar te staan. Want Curaçao kan ik me voorstellen dat spreekt een beetje dezelfde taal. Dus dat is al redelijk bekend volgens mij. Maar in Dubai kan ik me helemaal niks in voorstellen. Nee, maar dat toen zijn we echt gevraagd worden. Er was gewoon echt een Hollandse club daar. Die dachten van nou, we gaan wat organiseren. En, het hek om de golfclub terrein of zo geloof ik dat het was. Ja, want het moest ook wel een besloten ding zijn. Want anders zou je niet eens mogen drinken, hè, daar. Nee, dat is een heel... ik zie niet dat doodstraf erop staat, maar het wordt er niet gedoogd, om het zo maar te zeggen. Alleen binnen hotelkamers. Of binnen een hotel mag er wel gedronken worden, volgens mij, maar... Ja, ik weet dat we daar door die stad gelopen hebben en op een gegeven moment toch wel zin hadden in een biertje. En nou, dan hebben we echt een uur moeten zoeken. Er was ergens een hotel en dan moest je allemaal gangen door en ergens een soort achterafkamertje. Ja. Konden we dan een rondje van 8 biertjes, geloof ik... €100 of zo, geloof ik ook. Ik ben één keer geweest in Dubai. Zo apart land. Want op een gegeven moment ging ik met openbaar vervoer. Dus ging ik de bus in. Nou, misschien heb jij dat niet meegemaakt, maar ik ging daar de bus in. Mm. Maar dus ik ging voorin zitten. En ineens de chauffeur van naar achteren jij. Ik loop naar achteren. Maar voorin was vrouwen en achterin was mannen. Dat kan ik me niet herinneren inderdaad. Nee. Dat soort dingen gebeurde dan. En er waren ook taxis. Ze hadden allemaal kleuren op het dak. En de roze taxi was voor vrouwen. Dus ook een vrouwelijke chauffeur. En alleen maar voor vrouwen. En de rest was voor mannen. Ja, ongelooflijk, hè? Dat het dan nog zo'n scheiding is tussen mannen en vrouwen. Daar kwam ik ook ineens achter. Zo van,
Oh, dat is nog misschien een van de mildste landen, tussen aanhalingstekens, qua regime in dat opzicht, qua mannen en vrouwen gescheiden. Dat zo was, ja. Jeetje. Dat het nog steeds zo is, ja. Maar dat kan ik nog herinneren van Dubai. Dat het inderdaad, alcohol was nergens te verkrijgen. En nou ja, dat soort tafereelen. Ik ging gewoon echt in de bus zitten. En ik dacht van, ja, wat loop je nou te wijzen, weet je wel. Maar op naar achteren. Ja, het zijn gekke landen. Ik weet dat je, als je daar bij de douane staat, daar dan haal je het echt wel uit je hoofd om een grapje te maken. Ja, zo, ja, precies. Ja, trouwens, in Nederland denk ik ook al wel, maar daar helemaal. Hè? Ja, maar tegelijkertijd voelt het ook mega veilig of zo. Ik denk echt dat je daar midden in het centrum op het terrasje je telefoon op tafel zou laten liggen. Hè? Ja. Een wereldstad. En dat je 2 uur later terugkomt en dan ligt hij er nog. Dat weet ik zeker. Ja, er zijn zoveel experts. Ze hebben zoveel van buitenlandse handel te maken. Dat ze echt wel dat denk ik goed in de gaten houden. Dat ze in ieder geval de buitenlanders, dat er geen reputatie komt op hun stad komt te staan of zo. Snap je? Ja. Dat het dan toch wel goed eruit moet zien of zo. Ja. Nou, misschien dat je hem wel pakt, dat ook gelijk je hand eraf gehakt wordt. Ja, weet je wat? Daar twijfelde ik over. Want op een gegeven moment kwam ik vanuit Bali, kwam ik dus een tussenstop in Dubai, een dagje meepakken toen naar huis. En toen dacht ik, ja, voor de zekerheid, doe maar een lange broek aan. Want zo meteen is een korte broek is beledigend of zo. Zoiets zat in mijn hoofd. Dus ik ging gewoon met 39 graden was het die dag, gewoon met een lange broek over straat lopen. Ja, en toen kwam ik erachter van, oh nou, het valt eigenlijk al best wel mee. Het had ook niet gekund. Maar ook echt gewoon op safe lopen. Geen probleem hier hebben. Want als je wordt opgepakt hier zo, dan krijg je niet een heel erg... sta niet morgen zomaar met een borgtocht buiten of zo, weet je wel. Dat moet toch wel voorzichtiger zijn. Maar even terug naar de entertainmentbranche. Zou dat een druk jaar voor jou zijn geweest, 2020? Nou, het zou in elk geval voor Guus een jubileumjaar geweest zijn. Dus het zou een speciale stadioneditie geweest zijn. Okay. En, we zouden nu een clubtour gehad hebben. Mm-hmm. En, maar ook een beetje kindervoorstellingen. Ja. Was er ook sprake van dat het dit jaar optredens zouden zijn? Nou, dat loopt ook altijd door. Ik heb eigenlijk... kindervoorstelling in meerdere formaties. Dus ik heb een bezetting met Isaline Kakalister. Ik weet niet of je die kent uit Curaçao. Dat zeg maar niet zoveel, nee. En Peer de Graaf is eigenlijk een beetje de vaste zanger. Die zit eigenlijk bij alle cd's, speelt hij wel een rol. En daarom hebben we nu een speciale voorstelling mee gemaakt voor het Concertgebouw. In samenwerking met het Concertgebouw. Dus dat is een beetje een thuisbasis. Mm-hmm. Maar daarnaast heb ik ook dat ik alleen met die zanger op pad ga. Dat we gewoon scholen langs gaan. Dus dan is het gewoon heel makkelijk. Dan neem ik gewoon een heel klein akoestisch versterkertje mee. Met 2 microfoons in kunnen. En opgaan. Ja, precies. En dan gebruik ik mijn loopstage nog een beetje. Dat je nog wel een keer een begeleidingetje kan opnemen. Ja. En, dus is het ook allemaal gecanceld? Ja. Want scholen zijn nu wel weer open. Maar nee, neem aan. Nou, ik heb nog wel een paar schoolvoorstellingen gedaan. Oké. Want voor lagere schoolleeftijd is nog redelijk relaxed. Maar ik had op een gegeven moment iemand die ons nog wilde boeken voor 8 dagen of zo. En die durfde het toch niet aan. En, nee, maar ja, het zou zomaar weer op slot kunnen gaan. Bij wijze van, omdat de maatregelen dan weer zo streng worden voor boven een bepaalde leeftijd misschien wel zelfs. Dat het toch wel spannend is. Ja, je probeert wel wat flexibeler te zijn door te zeggen van nou, als het niet doorgaat dan halen we het een andere keer in, weet je wel. En ja, precies. Het boekskantoor die ons boekte, die hadden zoiets van, ja, we vinden muzikanten hebben het al moeilijk genoeg. Dus we hebben zoiets als het niet doorgaat, moeten ze toch betalen. En ja, natuurlijk wil ik graag betaald krijgen. Maar ik heb liever die klus wel. En dat die desnoods over een half jaar ingehaald wordt, dan helemaal niet. Want ik snap wel dat die scholen dan dat risico niet willen dragen. Dus, nee, precies, precies. En er zit ook iets in dat je niet hebt gepresteerd of zo, dat je iets neer hebt gezet en dan toch betaald krijgt of zo. Dat voelt ook iets onnatuurlijks. Ja, nee, maar daarom. Dus het is natuurlijk gewoon prima als je dat kan inhalen. Is dat natuurlijk helemaal goed. Ja. Is door deze tijd ook, Gitales 030.nl weer van stal gehaald? Om iets meer les te gaan geven door door de rustige tijden? Ja, zeker. Ja. Dus ik was wel weer heel voorzichtig al een beetje zo begonnen. Een jaar geleden met een paar leerlingen zo. En nu had ik zoiets van, nou, laat ik toch kijken of ik... je wil toch... ook wat nuttigs doen en wat geld verdienen. En, Nou, ook gewoon lekker bezig zijn. Lekker bezig zijn. Ja, daarom. Het lijkt heel leuk om ineens vrij te zijn. Maar dat is leuk als je hard gewerkt hebt. En je kan dan lekker een maand in de zon liggen of zo. Je hebt een goede buffer opgebouwd en er is niks aan de hand, inderdaad. Ja, daarom. Ja. En nu heb ik het even wel iets serieuzer aangepakt. Dus even een website gemaakt en een foldertje
gemaakt. En, ja, want ik zag ze ineens ook voorbij komen. Voor mij was het vorige week of zo. Dat, dat foldertje volgens mij. Ja, ja, grappig. Ja, dat is dan weer gemaakt door Rowan, de zanger van Lichte Laaien. Een vriend die... ja, doet die eventjes. Die vindt dat dan leuk om dat voor mij te doen. Dus dat is natuurlijk super, super fijn. Ja, ja. Is er nog plek vrij voor degene die daar interesse in hebben? Om, ja, absoluut. Ja, absoluut. Dan doe je dan gewoon lessen één op één, neem ik aan. En dan, ja, ik bied ook wel online lessen aan. Maar dus het kan wel. Maar ik, ja, op zich is die ruimte hier groot genoeg dat je best op afstand... Ja, precies. Kan doen. Ik weet eigenlijk niet eens. Ik heb de laatste persconferentie niet gezien of dat überhaupt nu nog mag. Je mag maar twee mensen per dag op bezoek hebben, toch? Of zo? Ja, precies. Nou ja, dan is het eentje op bezoek. Neem ik aan. Een leerling per dag. Ja, precies. Nou, gewoon per keer. In plaats van. Wat, of bedoel je dat je ook in groepen wilde gaan werken? Dat je gewoon... Nee, maar je mag natuurlijk eigenlijk maar één unieke bezoeker hebben, toch? Ja, dacht ik. Precies. Nou, dat is precies goed, toch, voor jou? Neem ik aan. Nou ja, dan moet je een heel goed betalen als een leerling hebben. Als je dat ja, oké, okay, op die manier. Leven. Ja, precies. Nou, oh, maar, je bent gewoon gewend om... Het is nu even iets strenger, dus ik denk dat het over een paar weken weer ietsje losser wordt. Dus, ja, altijd hopen, want ik ben er een beetje bang voor. Zeker voor de live muziek, hè, dat echt nog langer gaat duren. Ja. Ik hoop dat het snel open gaat. Maar ja, we zaten al op 30 man, hè, tot... 2 weken terug of zo. En ja. Nou, er waren nog een aantal dingen die je kon gaan doen. Maar was het met de Guus concerten bij 30 man ook al dat het werd geannuleerd? Of ging het dan wel door met 30 man? Nee, want we hebben steeds gespeeld voor 420 man. En nou ja, die laatste keer dat het naar beneden ging, een week of 3 geleden denk ik. Ja, voor 30 man, dat kan echt niet in 013. Nee, het is sowieso niet... Ja, je hebt misschien in ieder geval dat je nog break-even kan lopen, hè, met 420 man. Of dat je nog een lichte winst uit kan halen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat het voor iedereen wel gewoon inleveren is. En gewoon een soort van therapie is, om het zo maar te zeggen. Want echt voor het geld, ja, dat kan je bijna niet meer live gaan optreden. Want 30 man. Voor 30 man is het bijna niet te doen. Maar ik heb wel een hoop collega's die... het dan wel doen. En dan doen ze bijvoorbeeld 3 keer die voorstelling op 1 avond. Dat zou ook nog kunnen. Maar hoe maar kijk jij dan kan het ook alleen. Maar als je in een duo bezetting is het dan net te doen, weet je wel. Als je dan 1 technicus hebt. Nee, precies. Zo, maar ik heb ook al gezien, bijvoorbeeld bij een Danny Vera, die ook wel eens een videootje online gooit. Dat hij dan bij optreden 2, dat hij al een beetje... Weet je, dan moet ik nog eentje doen. Of zet juist in de middag, want je bent gewend om 1 uur of 8 nou op te gaan treden voor 1,5 uur. Hè, of, en... dat hij echt al om 6:30 bij zo'n spreken of zo moest beginnen. Dat hij dacht al van, weet je wel, 2 op een dag is toch wel stevig. Want je moet toch wel 2 keer een uur wegzetten of zo. Ja. Weet je wel. Ja. Dus het is wel anders. Want hebben jullie dat ook gedaan, meerdere op 1 dag? Of was het gewoon echt 1 show toen? Nee, met Guus niet. Bij die scholen wel. Ja. Dus dat doe ik nu sowieso meestal 2 op 1 dag. Maar nu heb ik ook een paar keer 3 gedaan op een dag. Dat je dan net iets kleinere groepen... Ja. Kan doen. Misschien kan dat ook de inhoud stelt dan alweer dat er vaccins voor mogen weer. Dat je denkt van dan nog grotere groepen en nog meer verdienen. Of is dat geen optie? Nee, in principe kunnen mensen voor die scholen is het voordeliger om de 3 te boeken dan is goedkoper dan 3 dagen los. Precies. Dus en voor ons natuurlijk veel prettiger dat je 1 keer opbouwt en je kan hem 3 keer doen. Precies, ja. Dus 3 is wel een beetje de max, denk ik. Maar... Dat neem ik aan, ja. Nou ja, en als je dan een technicus bent die hebt een dagprijs, dan heb je pech. Want dan moet je echt ja, dat hoor je ook wel eens natuurlijk, hè? Nou, ik heb wel eens verschillende verhalen gehoord. Hoor. Ook van lichtmannen die dan op een festival staan en dan 2 bandjes doen en dan 2 keer vangen. Want ja, 2 bandjes. Dan heb je gewoon een afgesproken fee per optreden. Ja. Dus dan pakken ze ineens 2. Dat kan een gigantisch groot verschil worden. Zo kan het ook. Maar stel dat je dus de pech hebt dat je dan bij een bandje zit en dan een dagprijs hebt. En zeker in deze periode. Dus stel dat je dan 2 of 3 optredens hebt. Ja, dat is jouw dagprijs. Ja. Dus aan de andere kant, in deze tijd zouden we wel blij zijn dat hij überhaupt werk heeft. Want er zijn zoveel crewleden die echt gewoon, die zijn maar in de bouw gaan werken. Want er is gewoon helemaal niks. En zeker met die tweede semi-lockdown wat we nu in zitten. En geen theater is er open, geen popzaal is open. Ja, weet je, dan moet je echt iets anders gaan doen. Want... Ja, nee, zeker. Nou, ik moet zeggen, bij ons, de crew zijn ook een paar, hoor. Die een die had altijd al een baan in de bouw erbij, Robert Deenen. En Paul, die is dan geloof ik ook aanleunwoning aan het bouwen of zo, weet je wel. Ja, en Mark van Horek is alweer in de teststraat begonnen, zag ik. Ja, precies. Die gaat nu de coronatests afnemen, ja. Precies. Dus af en toe de sluis open dichtmaken en dan nog eventjes een testje afnemen.
Dus ja, iedereen is toch alweer bezig. Is het ook wel dat je in deze periode veel meer aan een album gaat denken om op te nemen? Of is dat niet ter sprake geweest? Nou, bij Guus was er net een album af. Oh, ja. Ja, dus hebben we niet zoveel aan. Nee, dus dat spelen we. We hebben gewoon gespeeld in 013 al die dagen. Ja, precies. Het lijkt me toch wel een leuke opvulling hoor. Om in deze tijden, hè, wat we dan hebben meegemaakt, toch te kunnen optreden. Ja, nou, ik ben super blij. Ik bedoel, ik zal je zeggen dat ik in juni heb ik mezelf op een gegeven moment ook al ingeschreven bij een uitzendbureau. Ik denk, ja, misschien moet ik dan wat courierswerk gaan doen of zo. Ja, weet je. Bijvoorbeeld. Het is ook dat je. Je kan natuurlijk van alles doen en ik kan het ook lekker thuis opnemen en weet ik wat. Maar het is moeilijk om de discipline te hebben, hè, als je niet echt een doel hebt of zo. Nou, het is ook wel lekker dat je, als je gewoon een klant hebt, hè, voor ons dan nou ja, heel veel festivalorganisatoren of audiobedrijven of zo, die dan elk jaar bij jou terugkomen voor backline huur. Dan weet je ongeveer van, nou oké, dan kan je mensen weer helpen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Je bent weer bezig, maar ja, je weet gewoon dat er nu weinig verhuurd kan worden of zo. Dat je gewoon je diensten niet afgenomen worden. En dat is toch wel een beetje een aparte periode hoor. Want ja, je voelt je helemaal niet trots met wat je aan het doen bent. Want je hebt jarenlang, want Proton bestaat vanaf volgend jaar 40 jaar. Nou, dit is dus 39 jaar als een malle gedraaid. Weet je wel, fantastisch. Ja. En altijd wel spullen tekort, dus dan doe je het goed. Hè? Als je altijd verkocht bent. Alles steeds weg is. Ja. Maar ik denk dat voor, in ieder geval voor mij, maar ik denk ook al voor meerdere mensen, dat je toch soort van overbodig voelt of zo. Of dat je dan, dan moet je wel ander werk gaan doen, maar puur om geld te verdienen. En bij heel veel mensen zit er toch wel heel veel passie in wat ze doen. Weet je wel? Ja, ik merkte, ik had heel veel last dat van het gevoel van voldoening. Hè? Dat je aan het eind van de dag gewoon een goed gevoel hebt over jezelf. En in het begin als een idioot gaan klussen aan mijn huis. Weet je, het voorkomen. Ja, nog steeds trouwens. Volledig aan het doorslaan daarin. Ja, weet je wel. Ja. Om maar s'avonds het gevoel te hebben, nou, ik heb wat gedaan. Nuttigs gedaan of zo. En precies. Op dat moment heb ik ook echt wel gezegd van, nou, ik ga echt toch wel gewoon de wekker zetten. En ja, ik heb al een jaar geleden een keer een lapstiel gekocht. Ik denk, ja, ik moet gewoon mezelf verplichten elke dag dat eventjes te doen. Je weet gewoon van, ja, precies. Van doen. Maar het is lekkerder als je wordt gevraagd als zijnde van, hey, kan je ook lapsteel op de plaats spelen? Want dan heb je echt de motivatie om te gaan spelen, snap je? Of om te gaan oefenen. Ja. En nu is het toch al een beetje uit eigen kracht en eigen wil moet je het gaan doen. En dan is het altijd, bij mij dan in ieder geval van, nou, doe dan even wel wat. En dan zakt het heel snel weer af of zo. Nou ja, maar dat heb ik dus ook. Dat is lastig. Ik ben nooit zo'n goede student geweest wat dat betreft hoor. Ik moet gewoon een doel hebben van, oh ja, nou, ik heb dan een optreden. Of oh, ik moet dan met dat bandje spelen en ik moet 20 stukken kennen. Ja, dan op die manier word je steeds een beetje beter. Of je denkt, nou, ik ga wel een solo spelen daar op. En nou, dan weer toch een beetje voorbereiden van, nou, wat. Ja, precies. Ja, we zitten alweer op een uurtje trouwens. Het gaat snel, hè? De tijd vliegt. Ja, man. Goed, joh. Ja, zeker. En ik ga je de laatste vraag stellen die ik altijd stel aan mijn gasten. Mm-hmm. Wat mag er wat jou betreft ook van festivals verdwijnen naast corona? Zoals we weer mogen. Wat mag ook wegblijven? Trump mag wegblijven, maar dat ziet er redelijk goed uit. Ja, precies. Die komt niet zo heel vaak op het Nederlands podium, gelukkig. Maar. Oh, je bedoelt qua een festival wat weg mag blijven? Of ja, precies. Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik heb al slechte koffie gehoord. Arrogantie van stage managers. Het is een beetje een irritatie dingetje van, nou, dat mag ook wel wegblijven als we weer mogen. Nou, ik denk dat we in elk geval dankbaar mogen zijn. Ja, ik vind het ook eigenlijk een beetje stom woord, dankbaar, weet je. Maar ik besef me des te meer na deze periode van hoe blij ik ben dat ik eigenlijk kan leven van iets wat ik gewoon echt te gek vind om te doen. Ja, weet je wel. En dan weet je pas te waarderen waarschijnlijk op dit moment. Want als je er middenin zit, al jarenlang, dan stak je misschien wel eens van, oh, het mag gewoon een tandje minder of zo. Of dan wordt het normaal. Ja. Maar nu je het dan niet hebt of zo, dan. Ik zat een keer in een muziekwinkel de akoestische gitaar uit te proberen en was een andere gozer, die zat ook in diezelfde ruimte. En op een soort spontane manier kwamen we soort samenspel, weet je wel, zo super grappig of zo. En we kenden elkaar verder helemaal niet. En daarna kwamen we in gesprek en toen hoorde hij wat ik deed. En die was helemaal, oh, maar jij leeft de dream, weet je? Dat je, ik denk, als iemand anders dat ineens zegt, dat je denkt, oh ja, god, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat allemaal maar zomaar kan. Nee, want de meesten die willen juist op dat podium staan. Hè, waar jij dan op staat in feite. Ja. En het is dan moeilijk voor te stellen dat dan voor die
muzikanten dan waarschijnlijk. Van hallo, elke dag sta je dan met zo'n bij wijze van spreken harde plasser, sta je gewoon lekker te spelen van kijk mij eens, ik sta gewoon op het podium, weet je wel, bij ja. alle mooie grote concerten. Maar net zoals met alle dingen, als je het heel vaak doet, wordt het heel normaal dat het dan ja. dat het jouw ding is of zo. Ja, precies. Maar het is, we hadden toen straks over die spanning. Dat ik wel eens, dat je wel eens jezelf betrapt bij optredens, dat je denkt, oh ja, wacht, ik sta hier gewoon ook voor 10.000 mensen te spelen, weet je wel? Want ja, ja dat dan de zoveelste keer is die maand, wordt dat normaal of zo? Weet je wel, dat ja, wacht, even niet vergeten, weet je? Dat je wel even jezelf bij de les moet ja. houden of zo. Wordt het dan ook een soort van routinematig of zo? Dat je dan denkt van, oh ja, weer in het veld en weer dat nummer, dat je dan gewoon wel op het moment wel kan genieten of zo, maar niet meer die piek hebt. Qua gevoel snap je yeah. van, oh, wauw, waar ik nu mee bezig ben, is echt fantastisch. Dat heeft met yeah. concentratie te maken, neem ik aan. Dat je echt nou, wel... dat is het vooral. Hè? En dat je beseft, ja, god, soms kan je, ben je gewoon ook wel eens een keer moe of zo. En dat je dan toch echt wel eventjes moet zoeken. Want je denkt, ja, jeetje, je staat hier wel gewoon verdorie. Dus het moet er wel een beetje precies. Ja. uitzien. Je wil wel toch een bepaalde energie uitstralen of zo. Hè? Ja, ja. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Precies. We gaan met dankbaarheid afsluiten. Dat lijkt me een hele ja, mooie. Dat is heel goed. Het enige wat ik nog... misschien nog wat had willen zeggen is dat ik doe ook met die Loopstation wil ik proberen solo wat meer te gaan doen. Oké, ja. Yeah. Wat ik het wel heel leuk vind om meer sferisch muziek ook te maken. Mm-hmm. En dus met allemaal pedaaltjes en dingetjes en synthesizertjes en bas het. Ja. Yeah. En drumloopjes en zo. En dat lijkt me wel te gek. Dus ik heb wel zoiets als straks nou eerst kleinschalige dingen mogelijk zijn dan. Ja. Moet ik misschien ook dat wat meer gaan proberen. Beetje zoals Ed Sheeran doet, dat je er gewoon zo'n board hebt en dan gewoon ja, dingen gaat maken. Precies, maar Ed Sheeran is natuurlijk wel, dat is wel echt een liedjesman. Hè? Ja, nee, ander genre, maar ja. Het principe. Het principe, zeg maar. Ja, het technische principe is inderdaad hetzelfde. Ja. Ja, je begint gewoon met een laagje en er komt nog een laagje op en je haalt weer eens wat weg. En ja. Ik heb een aantal jaar geleden zo'n ding gekocht en dat is voor mij echt ineens een enorme nieuwe grote inspiratie geworden. En ik heb wel op een paar festivalletjes daar wat mee gedaan. En dus daar wil ik eigenlijk wat meer YouTube-filmpjes voor gaan maken ook. Oh, tof. Ja. Dus ik heb er nu geloof ik nog maar 2 op staan of zo, onder naam Stef Blank. Maar als je Steven Blankenstein moet googlen, dan heeft de gemiddelde mens daar eerst 3 of 4 spelfouten in. Ja, nee, precies. Maar dus dat is wel een soort doel voor de toekomst. En voor de rest hoop ik ja dat er een keer een einddatum komt. En ja, dus gewoon van de zomer gewoon weer een keer voor mensen massa mogen spelen. Precies, ja. Ik ben bang dat we nog ten eerste lang in gaan zitten. En ten tweede dat het heel geleidelijk eruit gaan komen. Dat er niet eens een vaste datum op 3 juli. Nou jongens, het veld gaat open en je mag weer. Ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat er heel voorzichtig weer dingetjes mogen. En dat het toch een beetje duwen wordt tegen de regering aan. Van oké, stapje verder. En dan weer terug. En dan een stapje verder. En ik denk dat op een gegeven moment ga je achterom kijken van oh, we zijn weer op een normaal niveau of zo. Snap je? Ja, dat zou best kunnen. Ik denk dat het zo gaat. Ja. Ik hoop dat het Ziggo Dome in één keer weer open gaat en dat 17.500 mensen in één keer naar binnen mogen rennen. Dat hoop ik, maar ja, dat zijn... Nee, dat zal niet 1 januari zijn en dat zal ook niet 1 februari zijn. Nee, ik vrees ook het ergste nog voor het komende zomerseizoen, maar ik... Precies. We hebben het ons erbij neer te leggen. Hè? Het blijft toch een luxe product wat we... Precies. De meeste dromen zijn bedrog, om het zo maar even te zeggen, met een andere artiest te spreken. Maar voorlopig is dat nog eventjes een bedrog. En laten we alsjeblieft hier zo snel mogelijk uitkomen. En dat we misschien over 5 jaar of zo weer een podcastopname gaan hebben. Of dat we er helemaal geen tijd meer voor hebben, want we zijn druk bezig met werken. Laten we daarop hopen. Ja, precies. Dat we deze onzin gewoon achter ons kunnen laten. Dat ik denk, jezus, wat waren we als we wel loten bezig toen. Hè? Ja, precies. Met de kennis van nu. Podcast... Oh ja, heb ik ook nog een ouderwet ding ook, hè, tegen die tijd. Ja, precies. Ja, op een SD-kaart. Jezus. Ja. Hè? Ja. Zo daar. Nee. Dankjewel voor je tijd. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het heel gezellig. Ja, zeker. En voor de luisteraars, allemaal dank voor het luisteren. En tot de volgende keer, tot na de pauze.